Hoi, wat leuk weer dat je kijkt. Voor vanavond heb ik een street art geïnspireerd design voor jullie. En ik heb de nagel alvast even voorbereid met de Black is Black. En daar ga ik nu een dun laagje van de rubberbase clear overheen lakken. En het is maar een heel klein laagje rubberbase. Let wel goed op dat die wel goed overal egaal gelakt wordt. En de rubberbase ga ik dan even 30 seconden in de lamp uitharden. En dat is genoeg om een goede plaklaag te creëren waar de folies goed in kunnen. De nagel is eventjes 30 seconden in de lamp geweest en nu ga ik de folies plakken. En daarvoor heb ik al 3 folietjes voorbereid. Dat is de blauwe, een beetje een lavendelkleurtje en een rozige. En wat ik doe voordat ik ze ga gebruiken, is even het folietje. Nu is die mooi glad, maar ik ga hem even een beetje opruwen. En dat kun je ook heel mooi zien dan aan de achterkant, dat hij ook wat meer vlakjes krijgt. Dit hoef je niet te doen. Maar als je dit wel doet, krijg je wat kleinere stukjes folie op de nagel. Als je hem mooi glad houdt, dan krijg je wat grotere stukken wat dan overbrengt op de nagel. Dus het is een beetje wat je zelf mooi vindt. Ik begin met het zachte lavendelkleurtje. En die druk ik gewoon her en der een beetje op de nagel. Niet overal, want ik wil dus nog de andere ook gebruiken. En je kunt altijd nog toevoegen. Dit was de lavendel, nou pak ik de blauw. En het is een heel licht drukje, even snel erop en klaar. De roze er nog even bij om de stukjes op te vullen. Het nageltje is weer eventjes in de lamp geweest en hij is er weer uit. En nu ga ik de volledige nagel aflakken met de extreem matte topgel. En ik ga nu gelijk met de matte topgel erover, omdat ik dit mat wil houden. Je zou ook nog kunnen zeggen van ik wil hem eerst even met een glanslaagje aflakken en dan met de mat. Dan krijg je toch nog net even een ander eindresultaat. Maar in dit geval vond ik dat niet heel erg groot. Ik dacht van nou, ik doe hem gelijk lekker mat. Het nageltje is weer uit de lamp. En nou is hij dus heel mooi mat. En dat vind ik een heel tof effect met de folies. Heel anders dan hoe die er net glanzend uitzag. Dus je kunt ook beide kanten op. Het is ook weer persoonlijke voorkeur, maar ik vind hem zo heel tof. Nou zie je echt ook die, een beetje wat distressed look van de folie. En de volgende stap ga ik doen met de Liner Gel White. En die ga ik niet mixen. Voor deze nail art is het prima om hem gewoon op zichzelf te gebruiken. Mocht je het makkelijker vinden om wel te werken met het mixje van de Liner Gel White en de Cerise Sweeties White Coconut, kan dat. Uiteindelijk heb je hetzelfde resultaat, want het is allebei wit. Dus, even zien. En ik pak een klein beetje. En dan ga ik ongeveer halverwege op het nageltje ga ik een lijn zetten. En een beetje een lijntje in wat bochtjes. Gewoon een beetje speels. Wat je zelf leuk vindt. Ik probeer eerst even een schetsje neer te zetten waar ik denk van nou, dit ziet er wel leuk uit. En daarna ga ik hem echt wit maken. Ik heb hem even 10 seconden in de lamp gehad en nu ga ik hetzelfde doen met de Liner Gel Black. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je je penseel tussendoor goed schoonmaakt, want als je van het wit naar het zwart gaat, dan kun je een beetje grijzig krijgen, maar als je dan weer van zwart naar wit gaat, dan is het helemaal dat je wit een beetje troebelig kan worden. Dus zorg dat je penseel goed schoon is voordat je naar de andere kleur gaat en telkens tussendoor even dus weer ook goed reinigt. Dus nu ga ik precies deze lijn volgen, maar dan net erboven en met de zwart. En ik zet ook weer eerst even een beetje een richtlijn. En daarna ga ik hem of wat aanzetten of wat dikker maken. Maar dat hij wel ook een beetje qua dikte vergelijkbaar is met de Liner Gel White. En als je per ongeluk een keer over het wit gaat met de zwart of andersom, is dat natuurlijk helemaal niet erg. Dat kun je aan het eind straks nog even corrigeren. Dus geen paniek als je over een van de twee kleuren gaat met de andere kleur. Dat is allemaal te fixen. Ik heb alle lijntjes gezet en natuurlijk even 1,5 minuut uitgehard. En nu ga ik alleen het gedeelte waar de zwarte en witte lijnen staan, ga ik aflakken met een glanzende topcoat. En dat doe ik met de Supreme Finish. En doordat je dan de folies heel mooi mat hebt afgelakt,
zit niks meer in mijn topcoat. En dan nu de lijntjes glanzend aflakt, krijg je een heel mooi contrast tussen die twee. En doordat je hem aflakt, egaliseer je die lijntjes ook nog even wat mooier. En als je dan de Supreme even uit hebt gehard voor 1,5 minuut, dan is dit het eindresultaat. En je kunt natuurlijk de lijntjes op allerlei manieren schilderen. Hopelijk vond je dit een leuke nail art en tot de volgende keer!